Het dorp Abcoude ligt ingeklemd tussen aan de ene kant de autoweg A2 en aan de andere kant de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht. Kom je met de trein aan, dan ben je op een station dat vrijwel helemaal open in het groene landschap ligt. Kijk je in de richting van het dorp, dan glijdt je blik over een groot en ongerept weiland. Iedereen in Abcoude kent dat als het land van Schoenmaker. Een boer die koppig, tegen alle vooruitgang in, bleef zitten op de grond waar hij zat. Achter dat land van Schoenmaker zie je het panorama van het dorp. Rond de twee kerktorens heeft zich de bebouwing van de oude dorpskern gevlijd. Meer dan een eeuw is hier bijna niets veranderd. Hoe anders is het beeld als je vanaf de autoweg binnenkomt? Brave nieuwbouw, niet mooi, niet echt lelijk. Maar dan opeens, vlak voordat je het oude dorp binnenrijdt, zie je in de bebouwing een groene oase. Het schapenweidje. Een flinke driehoek grasland omzoomd met bomen en heesters. Het ligt daar bijna sinds mensenheugenis als stukje onverdeelde boedel van de Erven de Groot. Een van oudsher bekende familie in Abcoude. Je vraagt je af hoe lang het nog duurt voordat ook dit plekje door de mangel van de projectontwikkeling gaat. En hoe lang blijft dit schapenweidje nog verzorgd als het Abcoude natuurparkje? Want hoe zeldzaam zo'n stukje groen ook wordt, nog veel unieker is de manier waarop Kees Ouwersloot het met hart en ziel beheert, verfraait en koestert. Hij is nu 86 jaar. En je mag hem met recht Mr. Schapenweidje noemen. Kees en zijn vrouw Fanny hebben in Abcoude met nog veel meer geschiedenis gemaakt. Ruim 40 jaren waren zij taxi Abcoude. Zij begonnen daaraan in een tijd toen nog maar weinig mensen een auto hadden. En alsof dat voor Kees nog niet genoeg was, werd hij ook nog de plaatselijke begrafenisondernemer. Kees en Fanny zijn dus altijd markante figuren geweest in het sociale leven van het dorp. Mensen die er ook altijd plezier in hadden om hun dorp op te smukken en mooier te maken. Dat alles zou je toch moeten bewaren, moeten vastleggen voor het te laat is. Zo groeide bij enkele buurtbewoners het idee van een film over het schapenweidje. Een korte documentaire met Kees en Fanny Ouwersloot als legendarische hoofdfiguren. Hun verhaal, hun schapenweidje. Die zijn natuurlijk een ideaal uitgangspunt om een beeld te geven van het Abcoude van vandaag. En om te laten zien hoeveel moois er gelukkig uit vroeger jaren nog is overgebleven. Maar het maken van een goede film kost geld. Met veel creativiteit en enthousiasme groeide langzamerhand een plannetje dat wel realistisch leek. De in Abcoude geboren cineaste Mirna Lichthart bleek bereid voor scenario, regie en montage te tekenen. Voor camerawerk en geluid konden we enkele vrijwilligers van de foto- en videoclub Loenen strikken. Johan de Veer en Evert Greefkes bleken de amateurstatus zo ver ontgroeid dat Mirna als professional met hen heel goed uit de voeten kon. In de aftiteling is te zien welke mensen het idee van de film hebben gelanceerd en wie allemaal aan de realisatie werkten. Natuurlijk noemen we dan ook onze genereuze sponsors. Die werden aangestuurd door de Lions Abcoude Baanbrugge. Dankzij de financiële basis die zij legden, kon begonnen worden met het werkstuk dat zich nu voor u gaat ontrollen. Kent u de heer en mevrouw Ouwersloot? Ja. Ja? Waar kent u ze van? Van de taxi, hè? Nou, ik ken ze van vroeger al. Want de oude Ouwersloot die woonde op het huis aan het fort, waar het fort staat.
Daar staat een huis en daar woonden ze vroeger. Ja. Dus hij had twee zonen en de een heette Kees. Die heeft hier net waar het bord een forum gegeven. Daar heeft een oude slot gehoord en die woont nu in de Oude Vertrouwstukstad. Dat is net over de brug. Ja. Er zijn ook oude mensen. Ja. Nou, die vroeger een rijles van gehad van die Oude Sloot. Echt waar? Ja. Zo bent u aan uw rijbewijs gekomen? Via Oude Sloot, ja. Mooi, maar hij dat was is... auto's gehuurd bij hem in de tijd. Vroeger gehuurde hij ook auto's. Taxibedrijf heeft hij gehad. Hij rijdt nog steeds in een mooie auto. Heel voorzichtig, maar hij doet het wel. Ziet ik u weet ze niet wel of hij nou hij dik in de 80 geloof ik. Ja. Wij zijn getrouwd en zij hebben dus gereden, want ze deden dus niet alleen maar taxis en begrafenissen, maar ze deden dus ook bruiloften. En dan hadden ze die hele grote Chevrolet waar ze dus nou nog in rijden. Die witte? Die witte, ja. En die hadden ze dus dan heel mooi versierd. En ze hadden dus nog een paar zwarte Chevrolets erbij. En wat ook heel mooi was altijd, dat zij hadden zelf een rode loper bij het gemeentehuis. Wat bedoel je? Nou, als je dus als bruidspaar daar aankwam, dan lag de rode loper daar. Maar die was dus van de familie Ouwersloot. Hij had op een lesmotor en dan reed hij altijd door het dorp. Zat hij achterop en zette een stuur op en dan speurde hij achterop door het dorp en zo. Dat is nog mooi, dat was altijd geinig van iemand. Hij zat achterop ja. En daarvoorop zat dan niks. Er zat niks en zat hij twee sturen op, hè, de motortje. En dan kon hij zo sturen, zat hij zo de dorp in de schuur. Als ze nou bij wijze van spreken iets voor je kunnen doen, dan doen ze het nog. Ondanks hun hoge leeftijd. En ze hebben altijd een aardig woord voor je en ze zijn altijd even vriendelijk. En ja, dat vind ik heel sociaal. Veel mensen gaan achter de geranium zitten, dat doen zij absoluut niet. Hij doet ook dat stukje weiland. Het schapenrijtje doet hij met bloempjes verzorgen en de vogeltjes die erin zitten. Ja, die eenden doet hij allemaal verzorgen. Dat mag echt van de gemeente. Mag en van de gemeente? Zelf voor Hansen en alles gezorgd en dat het bewerkt wordt. Ja, want die Hansen, die mensen, er is zeker één op een rest en er altijd één met jongetjes. Oh, dat vind ik wel. Ja, gezien, want ik ben er pas aan gekomen. Ik zag hem nog pas greppeltjes trekken toen een beetje... Een witte moedergans loopt er met een handje jongetjes. Ode dankbaar voor dit leven, goed gezond en welgemutst, nooit vermoeid en altijd zin, heeft hij zijn gezin door de oorlog heen gedragen. Zonder angst wat komen kon, belaagd door opvoeders en notabelen, is hij hier nog steeds de zon. Hij is het die hier liefde geeft en zo dicht bij de natuur beleeft. Oog voor alles wat hier goed is, medeleven voor wat ziek is. Met de dood vertrouwd geraakt, heeft hij vast zijn graf gemaakt. Trots op zoons en hun gezinnen. Als beste grootpa van hun kinderen houdt hij hun vorderingen bij. Dank je wel voor alle zorgen, voor een verzorgde oude dag. En we hopen dat je er zelf nog heel lang van genieten mag. Daarom wensen we je blij te moe, Gods onmisbare zegen toe. Dat had ik voor Casey gemaakt. Ja, zo, je dat gaat, zo gebeurt zoiets, hè? Ik had nog een gedicht. Waarvoor had u dit gedicht gemaakt? Toen Casey 70 werd, in 84. 15 jaar geleden. Hoe oud bent u nu? 85. 85. 80. En u, Fanny? Bijna 80. Ik hoop in september 80 te worden. Dus. En hoe lang bent u al samen? Zo lang we getrouwd zijn. 59 jaar getrouwd. Toen 6 jaar kwam ik het tegen. En toen? En toen was ik, dat mocht niet. Ik was 21. Ik was een kinderverkrachter. Ze zou te jong voor u zijn? Ja. Ja, en toen 17 was het over, toen mocht het schijnen. Toen ik 17 was, toen ging het over. En toen ik 18 was, hebben we ons officieel verloofd. Ja. En toen ik ruim 20 was, zijn we getrouwd. Want u had
uw zinnen gezet op haar? Ja, nou. Goh, de eerste keer dat ik haar zag, zei ik, dat is iets moois. Ja. Ja. Waar zijn jouw, waar is die jeugdfoto van jou? Waar hangt die dan? Weet ik niet zo gauw. Boven. Ja. Zo van de moeder, hè? Oh. Hoe bedoelt u? Nou, ik had nooit andere vrienden van het ook gehad. Niks aan gepoetst. Niks aan gedaan. Ach. Heel, prachtig. Helemaal van de... Als je nou 20 jaar bent en je komt zoiets tegen, ja. Wat dacht je ervan? Hè? Ja. Hij is er nog helemaal verliefd op. Ja, het is een prachtige jongen. Dat is heel mooi, ja. Was een mooie foto ook. Maar u bent nog steeds samen? Jawel, we zijn nog heel rijk. Toen we trouwden in 1941 was hij buschauffeur hier op de grote bus. Dat heeft hij 8 jaar gedaan. Toen moest hij geleverd worden als arbeidskracht in Duitsland en dat wou het niet, want we trouwden in 1941, dus het was nog volop oorlog. En dat had hij, heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft zich hier weg kunnen houden totdat hij bij de Ford-fabrieken, dat werkte ook voor de Duitsers, maar bij de Ford-fabrieken hier in Nederland kon werken. En dat heeft hij dan ook gedaan. Maar hij heeft daar de nodige ondeugde spanningen uitgehaald om die auto's die op de trein gezet werden om naar het Oostfront te sturen, onklaar te maken als ze op het Oostfront aankwamen. Dus hij heeft daar op zijn eigen manier heeft hij daar een kunstje geflikt, zodat die auto's nooit rijdende weg kwamen daar in Duitsland. Dat reuze gevaarlijk was, maar goed. Al die dingen heb je natuurlijk samen beleefd. Toen was die oorlog afgelopen, eindelijk. En toen heeft hij examens gedaan en toen is hij auto- en motorrijschool begonnen. Dat heeft hij 17 jaar gedaan. En toen kwam er een soort hiaat in het dorp voor een taxi die er te weinig was. Ja. Nou, we hadden binnen de kortste keren een taxivergunning. En toen is het zo gegroeid, een paar leswagens, 1 taxi, 1 leswagen, 2 taxis. En zo is dat overgeschoven in een taxibedrijf. We zijn heel, heel gunstig wat dat soort dingen betreft. Hetzelfde met de begrafenisonderneming. Mijn vader was 40 jaar begrafenisondernemer en die werd ziek en moeilijk. En die zei, Kees, kom helpen. En op den duur zei pa, doe het maar helemaal alleen, Kees. Maar kon die begrafenisonderneming dan gewoon naast het taxibedrijf, kon u dat beide runnen? Ja, dat was namelijk zo. Zij de taxi en ik deed de begrafenis. Ik deed de taxi en hij de begrafenis. Oh, echt waar? En als ze stel dat het soms eens een keertje op dezelfde dag of dezelfde middag was of iets dergelijks, dan kienden we uit, als jij de Hoogstraat neemt, neem ik de achterom. Want je wilde natuurlijk niet met een trouwstoet die begrafenisstoet tegenkomen. Oh, want u reed dan trouwstoet? Dan reed ik een trouwstoet, dan had ik de bruidscoupé en de volgwagens achter me. En hij liep natuurlijk voor de begrafenis uit. En met een hoge hoed op. Vroeger stapte je natuurlijk met de hoge hoed voor die dingen uit, met je draad. Paraplu. Maar hoe ging dat dan? Want de oorlog was net over. Je moet rekenen, de spoorrails was weg. Hoe bedoelt u? Ze hadden de Duitsers meegenomen. Tot de Bielsen toe, tot de bovenleiding toe, alles was weg. De paarden, de koeien, alles. Iedereen was arm en mager en het moest helemaal opgebouwd worden natuurlijk. Ja. We hebben weer allemaal met z'n allen hebben daar onze schouders onder moeten zetten. En dat was dan voor ons ook niet. Dan gaat een vent ook nog niet een auto kopen of uit Amerika laten komen, want het was natuurlijk gloeiend duur, dat was allemaal te. Ja, maar is dan zo'n taxibedrijf, met taxi zou je toch denken, dat is toch een soort luxe artikel, is dat dan lucratief? Ja, dat was niet helemaal luxe. Ten eerste hadden we dus al het werk, dat wil zeggen ook de zieke mensen die naar de ziekenhuizen moesten, naar de dokter moesten voor het ziekenfonds. He, en die konden dan tegen betaling van een kleinigheid konden ze een kaart krijgen dat ze voor het hele jaar verder, elk kalenderjaar verder, gratis reisden. En ik kon de rekening indienen bij het ziekenfonds.
En ja, en dan heb je trouwerijen en dan heb je een begrafenis met je volgauto's enzovoort. Dus... In de oude tijd was het zo, ze hadden allemaal een taxi erbij. De café had een taxi, in de schoenmaker had een taxi, dus in Apkoude. De boerderij had een taxi. Ja, in Wees. En dan gingen ze met elkaar gingen ze trouwens en dan, rijden. En dan reden ze op die bepaalde uren. Het was een bijberoep toen. Ja, maar dus het betekende voor ons dat het er niet zo breed was natuurlijk. Bovendien hadden we 3 kinderen, wie het laatste van huis ging nam de baby mee. De taxi in? Ja, natuurlijk. Die kinderen zeggen niks, die zitten wel goed hoor. Jullie moesten natuurlijk 24 uur per dag beschikbaar zijn. 2 jongetjes die naar school gingen en die derde die was 6 jaar later gekomen. Dus die moest nog eventjes onder controle blijven. Die het laatste van huis ging nam de baby mee. Klaar. En niemand, oh hebt u een baby bij u? Oh, heel wat leuk. Nou, niemand heeft ooit iets van gezegd. Maar dat is wel opmerkelijk dat u ook chauffeurde. Ja, zeker. Maar als vrouw. Ja, dat was ik ook. Ik was binnen de kortste keren stond ik in de kranten. Want ik was, ja, er waren wel dames die een rijbewijs hadden, een luxe wagen reden. Maar niet dat werk wat ik deed. Ik ben op alle mogelijke manieren uitgetest en uitgeprobeerd. Maar ze hebben alleen maar een klap in de bakkes kunnen krijgen van me. Wat zegt u? Een klap in de gezicht kunnen krijgen van me. Er zat de man naast me en die zegt, zus zijn je kousen lang. Bats! Meteen eruit. En het klinkt alsof auto's constant een soort rode draad heeft. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Want na de Mulo was zijn eerste baantje in de garage. Wat heeft u dan met auto's, Kees? Wat heeft u met auto's? Ja, ik rijd pas 67 jaar. In 33 heb ik afgereden. Ik heb 67 jaar een rijbewijs. Altijd autobuschauffeur geweest. Vrachtwagen even gereden. Ik heb op tankexcels gereden in de oorlog. In de oorlog op tankwagens gereden? Bij de fabriek moesten we die tanks vervoeren. Half druk was dat. Achter uitbanden en voor lucht. Dus u heeft alle soorten auto's gereden. Uw halve leven of misschien wel meer achter het stuur gezeten. Ja, ik schat dat op 5 miljoen kilometer wat ik in 67 jaar gereden heb. En altijd met plezier? Ja, nou. Ja. Hij heeft een. Hij heeft een specialist en die vertelde. Jij een Amerikaan? Ik heb ook een Amerikaan. En weet je, zei die specialist, als ik me een beetje ziek voel. Dan kruip ik achter het stuur en dan knap ik helemaal op. Eentje rijden. Zeg, heb ik nooit durven vertellen. Dat heb ik nooit durven vertellen, zeg. Ik heb dezelfde ziekte. Ja, dezelfde. Ja, is dat zo? Ja, dat is wel. Ja, nog. Als ik me niet goed voel en ik ga met die Chevrolet rijden, dan ben ik alles vergeten. Alles vergeten. Oh ja. Ja. Dus wat gebeurt er dan met u? Ja. Wat gebeurt er dan? Je voelt je vrij, je bent in je element. Is het wel eens voorgekomen dat mensen niet konden of niet wilden betalen? Oh. Ja, heel veel. Ja, die zijn er zoveel. Heel veel. Hebben we hele sterke verhalen van. Ik heb nooit de krant lezen over taxichauffeurs. Er komt altijd die mensen heel geld vragen. Als ik ze vallen had, die betaalde, dan zei ik, oh joh, ik betaal ook nooit een taxi nemen. Ik zeg, dan ben je daar. Maar dan ging een hoofdtaxi, dan ging je vechten. Er werd ziekenhuis ingeslagen. Dus zo heb ik nooit een opdonder gehad. Is u nooit gebeurd? Niks. Ja. Ik vroeg niet om geld. Zo, ik stop in Amsterdam, ik laat mensen uitstappen. Ik sta buiten af te rekenen. Ik kijk, kom, zitten er twee keer op de taxi. We starten erin en ik sta af te rekenen. Oh. Naar de haven. Het waren Noorden of Denen. Was naar de haven, naar het schip toe. En
Ik was op het schip en dan zie je altijd dit, hè? Deze houding. Dit wat men heeft, pakken wij dat. Hè? Dat is een vaste gewoonte van de mannen, pakken die portemonnee. Dat is dan zo. Oh, wacht even jongens, ik krijg een hoop donder. Ik zie dat, ik voel dat in je wacht. Ik zeg, oude Wierdenzee gaat aan mijn hand. En ze ging het schip en ik ging zonder centen weg. Meerdere malen gebeurd. Ik zie precies of iemand geld bij zich heeft, met taxi. Zo, die heeft geen poen bij zich. Ik zeg, ja, we rekenen tegenwoordig altijd af voor we instappen. Dat is een nieuwe manier, zeggen we dan. Maar ik zag er geen poen hadden. Kom. Ja. Wat nou? Geen geld. Laat maar zitten, rustig maar. En ik rijd naar het station hier. Zo'n kilometer zit van het station hier. Ik zeg, ja, hier zijn we. Hier hebben we 5 gulden. Ik ken 3 gulden met de trein naar het Centraal Station en je had dan 2 gulden voor een taxi. Dan stond ze zo gek te kijken, jongens. Als de taxi rijden, kreeg je geld toe. Had je maar 5 gulden, had je schrik. Had je gezicht zo zag, joh. Ze stond, ja meneer, ja, dank u wel. Dus zo, dan kreeg ik nooit handen onder. Ik was er van niks.